Dit is Pepijn. Pepijn is een stoere knul van 3 jaar die helemaal weg is van treinen. En zijn knuffeldraak Walter is zijn grote steun. Pepijn doet niets liever dan lekker spelen en rennen. Maar dat is nu niet meer zo vanzelfsprekend. Pepijn heeft neuroblastoom, kinderkanker. Sinds de diagnose is gesteld, staat zijn leven grotendeels in het teken van vervelende ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Hij knokt zich hier dapper doorheen en hij verdient een zo groot mogelijke kans. Daarom is het belangrijk dat hij naar Amerika kan voor de behandeling die zijn overlevingskansen zal verdubbelen. Dus geef stoere Pepijn een kans en doneer. Op dit moment heeft hij een overlevingskans van 20% tot 25% en wordt hij behandeld in Nederland. Als de behandelingen goed aanslaan, komt hij mogelijk in aanmerking voor een behandeling in Amerika. Dit verdubbelt zijn overlevingskans naar 40% tot 50%. De behandeling wordt wel vergoed, de reis en het verblijf niet. De behandeling in Amerika zal 6 tot 9 maanden duren. Daarom heeft Stichting Stoere Pepijn zich als doel gesteld om 100.000 euro in te zamelen, zodat het gezin naar Amerika kan, zich volledig kan richten op het herstel van Pepijn en zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële kant van het verhaal. Doneer op NL 61 Rabo 0301 794863 ten name van Stichting Stoere Pepijn. Bedankt!